Je maakt een berekend veld in een draaitabel. Klik op een cel in de database. Ga in het Lint naar het tabblad Invoegen, Tabellen en klik op Draaitabel. In het dialoogvenster zijn alle gegevens correct ingesteld. Bevestig met OK. In het nieuwe werkblad sleep je in het taakvenster Draaitabelvelden het veld Verkoper naar het gebied Rijen. Klik op een veld in de gemaakte Draaitabel. Ga in het contextuele Lint Hulpmiddelen voor Draaitabellen naar Analyseren. Klik in de groep Berekeningen op Velden, Items en Sets. En selecteer de optie Berekend Veld. Het dialoogvenster Berekend Veld Invoegen verschijnt. In het geopende dialoogvenster tip je in het naamvak Commissieloon. Klik in het vak Formule en doe de nul weg. Dubbelklik op het veld Totaal. Vervolgens tip je Maal 5%. De formule is gemaakt. Hier wordt de som genomen per verkoper van het veld Totaal vermenigvuldigd met 5%. Klik op OK. De waardekolom Som van commissieloon is aan je draaitabel toegevoegd. En het nieuwe veld is toegevoegd in het gebied Waarden in het taakvenster. Je kan dit veld behandelen als elk ander veld. Je kan het echter niet verplaatsen naar de andere gebieden in het taakvenster. Het nieuwe veld heet oorspronkelijk som van. Dit komt omdat in een berekend veld steeds de berekening wordt gemaakt met de som van het geselecteerde veld. Je kan dus niet elke bewerking in je gegevensgebied vervangen door een berekend veld.